kapot gemaakt. Ik kan me nooit duidelijk een moeite gemaakt. Ja. Wat een figuur. Sol Snoek staat klaar om de aftrap te gaan nemen als scheidsrechter van de ketterij. Op zijn plek is, en het is hij ook, en de spelers heeft geteld. Gaat de wedstrijd nu beginnen tussen SV Urk en SSC Putten. Snoek brengt de bal aan het rollen. Kijken hoe Urk zich kan herstellen van de nederlaag van woensdagavond. Duits even rustig de bal naar Hogewoning, die hem door kan spelen aan de rechterkant van het veld bij Wouter de Bruin. Die dus begint in plaats van Thomas Mende, die geblesseerd raakte. Nu Rick van der Brink aan de rechterkant is. Maar daar is ook Klaas Kramer bij. Bij Jan van Sloten. Kan hem doorgeven. Dick Hakvoort. Hakvoort. Ja, bal naar de linkerkant van het veld op Gerrit Tol. Gerrit Tol nu met pluim voor hem. Achterlijn op zoek. Komt de bal voor een eigen doelpunt? Nee, hij gaat er niet in. Breed naar de linkerkant, Riekelt Jan Brands. De bal is 16 meter gebied, hak jij dan toch een doelpunt? En dat is dan in de zesde minuut van de wedstrijd. In de vijfde minuut een voorsprong door het doelpunt van Gerrit Tol. Ik kan hem doorgeven, je hebt daar Van der Broek. Meteen een mannetje in zijn rug, Dunning in dit geval. Maar Van der Broek blijft toch in een balbezit. Nou, oppassen. Ja, een overtreding wordt er dan gemaakt. Gespeeld naar Jefta Van der Broek. Van der Broek, wat kan hij met de bal? Nou, hij wil op avontuur gaan. Dat doet hij. Goeie paas. Julian van der Brink, is hij hier snel genoeg? Dat lijkt me wel. Ja, hij is snel genoeg. Abdelmonim Serkawi. Iwan Bos. Serkawi. Pluim. Ja, overtreding lijkt me van Nagel. Duits met de vrije trap. Ja, poging van Julian van der Brink. Nagel kan overnemen. Nu een schietkans, maar is een prooi voor de doelman. Kijken, nu de bal naar Martijn Duits. Duits weer even terug naar de Hogewoning. Zal de bal toch ver naar voren moeten. Dat komt nu ook richting Degenaar. Altijd een behoorlijk gevecht, Caro. Ja, nu een overtreding. Putteraren, maar komt hij terug bij Duits. Duits kan de bal weer inbrengen. En dan kan toch Urk weer overnemen. Toch weer Duits met zijn voetje ertussen. Julian van der Brink dan in balbezit. Bal breed. Jefta van der Broek. Jefta van der Broek door het midden heen weet hem toch door te geven. Rick van der Brink. Rick van der Brink, ja, probeert de bal voor te krijgen. Dan lukt niet. Dat schot wordt geblokt. Maar hij werkt zich weer hard terug om de bal weer te veroveren. Nu Iwan Bos met de bal naar Jefta van der Broek aan de linkerkant van het veld. Jefta van der Broek één man kwijt. Nu Dunning voor hem. Van der Broek. Ja, komt die bal wel bij Pluim. Ja, half. Dan toch de Bruin die er met zijn voet tussen zit. Kan Pluim er wat mee? Ja, Pluim met de gelijkmaker. Nee, niet met de gelijkmaker. Rechtsruimte, dat is gezien. Nu bij Gerrit Tol. Tol. Komt nu Iwan Bos tegen. Tol komt met de voorzet en moet je oppassen. Maar die komt in de handen van Manuel Hogewoning. Kan Urk snel overnemen. Ja, heel veel ruimte links bij Riekelt Neentjens. Heeft ruimte om te schieten nu. Nou, dat doet hij niet, want Alexander Sijsma grijpt heel erg goed in. Abdelmonim Serkawi, goed gecontroleerd. 1-2 met Jefta van der Broek. Ja, overtreding wordt gemaakt door Lucas Nagel op Van der Broek. De bal snel genomen. Julian van der Brink kan alleen op het doel aan. Maar ja, dan wordt hij teruggefloten. Duits. Richting Pluim. Die wordt er even uitgehaald. Rick van der Brink kan dan wel overnemen. Pluim, ja. Overtreding. Nou, Rick van der Brink staat klaar om de vrije trap te nemen. Komt de bal op de lat! Kijken, zoeken, wat kan ik met die bal doen? Ja, die probeert te spelen, maar ja, dan wordt de bal geblokt. En dan komt de bal weer terug richting Hessel Snoek. Ja, een licht duwtje, mag doorgaan, Duits op de grond. Dan Pluim met zijn voetje ertussen, maar nog steeds Hessel Snoek. En dan heeft de scheidsrechter Hensbal gekost de goede voorzet eruit te brengen. Nee, dat kan hij niet. Maakt het zich dan moeilijk bij de hoekschopvlag. Blijft wel in balbezit trouwens. Draait dan handiger bij zijn man weg. Komt de bal voor. Degenaar, nou, die kan net niet uithalen. En
zit in de voetje van een van de Urkers tussen. Wel kan Rick van der Brinken de bal in balbezit houden. Handig bij zijn man. En dan is het Klaas Kramer die de paas er maar uithaalt. Nu misschien een snelle omschakeling van SSC Putten. Moet het snel gaan. Nou, Julian van der Brink is snel. Hij is sneller, denk ik, dan Hakvoort. Maar Hakvoort zet goed een blok. Wessel Snoeken nu in balbezit komt. Ja, die speelt Duits uit. Ja, die gaat hij alleen op het doel af. Nu, Zijsma nog voor hem, legt de bal breed. Maar ja, dan leeft hij hem in bij SSC Putten. Er was dan weer een goede mogelijkheid voor de thuisploeg, voor Urk. Nu, de overname voor Putten, maar voor korte duur. Want dan zit ook Rietert-Jan Bransen tussen. Minuut 41 zitten we in. Komt maar in de Snoek. Nee, die laat het over. Komt de bal erin. Nou, goed in de hoek, maar ook uitstekend eruit gehaald. Tweede helft is weer begonnen. Eén wissel aan de kant bij Urk. De aanvoerder Jan van Sloten is in de kleedkamer gebleven. En daarvoor in de plaats is gekomen Klaas Romkes. Degenaar. Op de voorzet, Pluim. Hij raakt hem wel, maar verdwijnt over het doel heen. Nu een goede redding van Hogewoning. Oh. Duits. Goede omschakeling. Geen buitenspel van Romkes. Romkes met de 2-0. Met de paal en dan gaat hij er wel in. 2-0 voor Urk. Romkes, de invaller in de tweede helft. Die de 2-0 op het scorebord brengt voor de SV Urk. En wat kan SSC Putten nog met die 2-0 achterstand? Zijtsma, de bal diep. Ja, Pluim. Nou, Van der Brink met de 2-1 misschien. Nee hoor, Kofferman zit er heel goed bij. Julian van der Brink. Heerschop, ja, halfvallend. Leidt balverlies. Maar die is genoeg. Nou, rechts heeft hij ruimte. Nou, komt de bal ook bij Gerrit Tol. Schieten, ja, die gaat over het doel heen. Ja, Duits, rechts, Heerschop helemaal vrij. Maar dan komt hij niet. Eerst Abdelmoen Sherekawi. Die doet dat wel. En die blesseert zich eigen. En Heerschop kijkt van, ja, wat moet hij met die bal doen? Doorgaan, komt de bal voor. En dan wordt hij tot hoekschop gewerkt. Is de hoekschop, Pluim, kopt de bal erin. Niet helemaal weg. Abdelmoen Sherekawi. Nou, Duits, kun jij mee een keer inwerken? Nee, dat kan niet. Jefta van der Broek. Dan met overname, ja, die zouden er nog een keer in kunnen brengen. Nu op de rand van de 16. Met de voorzet. Komt de voorzet. En dan de doelpunt voor Pluim. Wat een kansen. Tol. Brands. Tol. Marine Snoek. Ja, probeer het met de schot en de mooie doelpunt hoor. Jawel hoor, een prachtig doelpunt. Marine Snoek. Op 90 minuten, hoe lang laat de scheidsrechter van de Ketterij doorspelen? Voor mij mag hij hier afsluiten wat dat betreft. Want 3-0, dat is een terechte uitslag wat dat betreft. Als SSC nog één keer probeert eruit te komen, maar Hessel Snoek weet de bal weer te veroveren. Rico-Jan Brands, even rustig met de bal terug. Mag het nog even doorgaan van de scheidsrechter van de Ketterij. Als Nagel nu de bal even rustig achterin rondspeelt. Terugspeelt naar Kofferman, de doelman. Die meegeeft weer aan Kramer. Kramer, dan Hessel Snoek. Hessel Snoek rustig de bal in zijn ploeg gehouden. Wel even doorjagen van Mark Doppenberg. Maar Urk blijft in balbezet. Nu met Brans. Brans nu met een goede paas naar de rechterkant. Opkomende Dunning. Dunning zal dat de bal door het midden leggen. Dat doet hij ook. En er komt de Klaas Romkes, ja, loopt zich een beetje vast natuurlijk. Scheidsrechter kruik op zijn klokje en zegt hij, voor mij hoeft het niet meer. En zo wint Urk dit duel verdiend met 3-0.